Annabelle is gewoon een heel gedreven persoon. En als zij iets voor ogen heeft, dan gaat ze er gewoon echt voor. En ik denk dat wel gewoon een hele goede instelling is. Cas is een harde werker, maar hij is wel heel erg af en toe een beetje eigenwijs. Maar ik denk dat dat hem ook wel maakt als turner, dat hij eigenlijk altijd wel zelf weet wat hij moet doen en wat hij kan doen. Ik ben gewoon heel trots op haar dat ze er zo mee omgaat, ook met zoveel blessures. Ze is gewoon zelf gewoon een sterk persoon. Elke keer zo'n blessure en dan weer terug. Ik weet gewoon niet of ik hetzelfde zou doen. Ik ben ook nog nooit in zo'n situatie geweest. Maar ik vind het gewoon heel knap dat ze het zo doet en elke keer weer die motivatie weet te vinden. Ik denk dat ze allebei gekenmerkt worden door het doorzettingsvermogen. En dan ook nog heb ik meer bewondering nog voor Annabelle, want die heeft eigenlijk alleen maar tegenslag gehad. En dat dan toch door blijven gaan, ja, dat vind ik wel imponerend. Casimir, ik wil niet zeggen dat het aankomt waar, hij moet er heel veel voor laten, heel veel voor doen. Hij heeft nogal duidelijke doelen. Het gaat hem op dit moment, ik zeg op dit moment, makkelijker af, fysiek. En Annabelle heeft dat minder. Samen met z'n tweeën in de zaal te staan is altijd wel leuk. Ik kan hem altijd volgen en als hij iets nieuws heeft gedaan, komt hij dat altijd wel vertellen in de training. Van heb je dit gezien of heb je dat gezien? En dan moet ik altijd eventjes kijken. Soms heb ik het niet gezien en dan zegt hij, jeetje, Mina had nou gekeken. En dan ja, is wel altijd wel leuk dat je altijd bij elkaar bent en dat hij ook altijd dingen ziet van mij. En dat hij dan, als je thuis komt, dat hij dan zegt van, oh, dit ging echt wel heel erg goed. Hè? En dat je denkt van, oh, dan heeft hij dat toch wel gezien. Dat is toch wel leuk. Ze hebben maar één blik nodig en ze weten het al. Ze weten, er is eigenlijk discussie. Is er eigenlijk niet. De enige discussie die er is over de puntentelling. Of het 2000ste of 3000ste scheelt. En ik snap er nooit geen bal van. Tijdens wedstrijden ben ik eigenlijk altijd mee. En als ik er niet bij kan zijn, dan zorg ik dat ik op internet een livestream of via Twitter mensen kan volgen om het toch wel een beetje te volgen. En daarna bel ik hem altijd om te vragen hoe het is gegaan. Ja, ik ga eigenlijk wel elke wedstrijd mee. Als ik kan, in ieder geval als ik geen stage heb, geen wedstrijden, dan ga ik altijd wel mee. En ik moedig er altijd aan. Tijdens de trainingen volg ik er wel, zover als het kan. Soms ben ik nog zenuwachtiger voor hem dan voor mezelf, maar dat komt meer omdat je dan, als je zelf turnt, dan voel je precies als je scheef gaat. Of dat je, als je afgezet hebt, dan weet je precies van, nou, dit wordt hem niet. Dus ik ben er af. Dan weet je dat al. En als je daarnaar kijkt, dan heb je dat punt nog niet. Dus dan zie je diegene iets doen en dan denk je van, gaat hij het halen, gaat hij het halen. Terwijl hij al in een fractie van een seconde weet van, ja, dit is het. Nou, om het maar heel kort te zeggen, ik denk dat heel ons leven staat in teken van die twee sportende kinderen. Geen vakanties extra. Of werkvoerders ook wel eens, hoe krijg je je kinderen gemotiveerd? Nou, dat kinderen motiveren doe je alleen als ze een uurtje gymmen in de week, hè, na schooltijd. En daarna als ze zelf op dit soort selecties zitten, dan moet het helemaal uit zichzelf komen. En dan kan je het alleen maar faciliteren. Kas betekent wel heel erg veel voor me. We zijn natuurlijk broer en zus, maar we zijn best wel hecht. En we voelen elkaar heel goed aan als we ergens zitten en iemand komt langslopen, weten we eigenlijk precies hetzelfde wat we tegen elkaar willen zeggen. We moeten ook heel vaak meteen daarom lachen, terwijl iedereen dan denkt van, waar gaat het over? Weten wij het eigenlijk al? En we lijken heel erg op elkaar. Ja, die band is wel heel hecht. Heel hecht. Ja, ze leven met elkaar mee. Ze hebben ook heus wel ruzie, net als alle andere kinderen. Maar ze zijn er wel altijd voor elkaar. En als de een iets heeft, is de ander wel geïnteresseerd en meelevend. En ja, ze is natuurlijk gewoon mijn zus. Dus dat is natuurlijk logisch dat ze veel voor me betekent. Maar in het turn, als ik een keer iets nieuws heb gemaakt en ik kom thuis, dan kan ik het mijn ouders vertellen natuurlijk. Maar die begrijpen er niet alles van. Dus dan, als ik het Annabelle vertel, is het natuurlijk heel leuk dat ze trots op me is. En als zij, ja, dat zij elke keer met die blessures gewoon weer naar de trainingshal ging. En ja, dat is gewoon een enorme drijfveer voor mij. Omdat ik, ja, als ik een keer geen zin heb, denk ik, ja, zij ging elke keer heen met blessure. Dan kan ik nu toch wel gewoon opbrengen om normaal een training te gaan doen. Annabelle die zat al op turnen en toen waren we op zolder, ging ze mij al dat flikflak en salto leren. Toen was ik een jaar of 4 denk ik, zelfs 8.
Maar ik deed alles een beetje op een vrouwenmanier, met netjes uitstrekken. En toen zei mijn vader, nou ja, of je gaat een keer echt op turnen, of je stopt ermee, want zo gaat het niet langer. En toen wou ik, ja, ik wou eigenlijk op voetballen of op judo. Ja, mijn moeder wou me vooral op judo en ik wou voetballen. En toen was ik een keer kijken bij Annabelle. En toen zei de toenmalige trainer van de jongens, zei, nou ja, kom maar een keer een testje doen. En eigenlijk vond ik turnen ook wel leuk. Turnen betekent voor mij heel erg veel. Je begint er als klein meisje aan en je wordt steeds beter. Je gaat steeds meer trainen en je ziet andere meisjes beter worden. En op een gegeven moment wordt het turnen echt een soort van deel van je leven. Je gaat naar school, je gaat trainen, je gaat naar school, je gaat trainen. Dat gaat eigenlijk wekenlang, jarenlang door. En dan wordt het echt iets waar je niet zomaar mee wil en kan stoppen. Het wordt echt iets van jou. Ik denk dat ik ben begonnen bij PAX in principe. En daarna was het eigenlijk voor mijn moeder niet meer te combineren met school. Want ik zat in Amsterdam op school toen en dan woonde in Hoofddorp. En dan trainen in Haarlem. Dus toen ben ik naar Amsterdam gegaan, 2 jaartjes. En toen ben ik daarna weer teruggegaan naar PAX. En toen is het eigenlijk wel het succes een beetje begonnen. Want toen ben ik de eerste wedstrijden een paar keer gewonnen en de punten gingen steeds hoger. Was dat in Berlijn? Was dat de 16 op sprong? En toen had echt iedereen zoiets van, huh? Hoe kan dat? En toen heeft hij ook nog een foto met de 16 op het scorebord en die kwam verscheen ook wel op internet. Ik denk dat dat wel een moment was dat iedereen dacht van, oh, wow, hij kan wel echt springen. Ik denk in 2008 werd ik derde op sprong. En daarna is het eigenlijk wat minder gegaan. Daarna ben ik echt vooral geblesseerd geweest. Even gestopt en daarna weer begonnen. En toen ik toen begonnen ben, toen ging het eigenlijk steeds beter en beter en beter en veel beter. En toen werd opgenomen in het test-event traject. Alleen toen scheurde ik mijn Achillespees af. Ik heb niks zien gebeuren, maar ik zag er inderdaad wel op de grond zitten. En toen ging ik nog naar de tour. Ik zei, wat is er? Ja, geen idee. Mijn voeten doen niet echt meer. Ik zei, nou ja, het zal wel meevallen. Ik had er ook geen verstand van, dus ik wist het niet. Ik zat in mijn Adewier Flik vlak van mijn derde serie en ik dacht nog gewoon hard afzetten, want dit is echt goed. En ik zet af en toen had ik echt het gevoel dat ik met mijn hiel door de vloer heen sprong. Zo voelde het en zo hoorde het ook alsof ik door het hout heen sprong. Ik weet het zelf niet meer. Het enige wat ik weet is dat ik bezig was met waar moet ik landen, want ik had voor mijn gevoel was er zo'n gat in de vloer. Het enige wat ik dacht in de lucht was, waar moet ik landen, wat moet ik doen? Dus ik ben wijdbeens geland, omdat in mijn hoofd was nog steeds dat gat in het midden. En toen ik landde, toen zei Kate van, wat is er? Waar heb je pijn? Toen dacht ik, pijn. Ik heb helemaal geen pijn. Maar voor mijn gevoel was de vloer kapot. Maar die was gewoon nog hartstikke heel. En toen ben ik gewoon verder gaan trainen. En toen later is ze naar het ziekenhuis gegaan om foto's te maken. En heel gedoe. En uiteindelijk bleek dus dat er Achillespees wel is afgescheurd. Ik heb eigenlijk geen moment gedacht van, ik ga stoppen met turnen of ik ga wat anders doen. Eigenlijk was het meer van, wanneer kan ik weer? Wanneer is het weer mogelijk? Hoe snel kan ik revalideren? Na een half jaar ging het eigenlijk wat minder, omdat ik kon op een gegeven moment wel veel. Alleen ik kon niet op mijn tenen staan, echt gewoon absoluut niet. En toen dacht ik van, dat klopt niet helemaal. En vanaf dat moment kreeg ik ook heel veel pijn. Iedere keer als ik ging springen werd die warm en toen ben ik teruggegaan naar het ziekenhuis. En daar kwam ik bij dokter Kerkhoffs en die keken naar en die zei, nou, hij is onwijs ontstoken en het is een hele complexe operatie, het gaat minimaal een jaar duren. Maar dat was wel een stuk zwaarder dan die eerste keer. Op het moment dat je dan hoort van, je moet nog een keer, dan denk je wel echt van, waar begin ik aan? En ook als ze zeggen van, ja, je mag maar 2 keer in een Achillespees opereren omdat die doorbloeding is heel slecht. Dan denk je wel echt van, moet het wel? Ja, ik kan het niet anders. En op dat moment denk je wel van, wil ik nog wel turnen, wil ik niet turnen? Ja, de motivatie was toch dat test-event traject, dat ik dat toen toch gehaald had. Ik had wel verwacht dat ze ook gewoon meteen zou doorgaan, want ze is niet zo'n opgever en normaal niet om zoiets. Er moet wel iets heel anders gebeuren of dat de motivatie gewoon weg is, maar ik merkte wel dat dat gewoon helemaal niet weg was. Alleen dat gewoon, ja, het geloven in dat voetje even niet meer was. Het is wel zo dat we haar wel af en toe heel erg op hebben moeten peppen en ja. Dat ze heus wel in een dip zat en meerdere malen, maar ja. Is vooruitkijken. Ja. Haar drive om te willen blijven turnen is zo groot. Toen was ze geopereerd en ja, ik heb er nog opgezocht in het ziekenhuis, maar ik geloof dat ze 3 nachten daar heeft moeten zijn. En toen ze weer thuis kwam, moesten we wel gewoon ook veel voor haar doen, want ze kon niks. Ze had ook zoveel pijn, dus ze kon ook niet echt op de andere been lopen, omdat ze gewoon veel pijn in haar voet had, dus veel met haar been omhoog gelegen. En ik denk dat ze pas na
4 maanden of zo weer een beetje zelf weer wat kon doen. En ook weer naar de zaal ging en krachten. En, ja, het is gewoon een heel heftig verhaal. En ik ben blij dat het nu eindelijk gewoon weer goed is gekomen. Het, wat ik eigenlijk heel erg bewonder in Annabelle, dat is dat ze altijd positief gebleven is. Ook naar de broer toe. Ja, oh. Dus ze heeft die blessure nooit op hem Nee, er is nooit geweest van, nee. Ja, jij hebt makkelijk praten, want ik ben geblesseerd. Wat ik van Cas wel geleerd heb in die periode is sowieso, uit mezelf geef ik niet zo snel op. Maar hij was er ook wel om af en toe te zeggen van, ja, je moet niet opgeven, je moet gewoon doorgaan en probeer het gewoon nog een keer. Je weet maar nooit wat er kan gebeuren. En om elke keer in de zaal kwam hij af en toe bij me zitten van, nou, kom even dit doen of doe je even mee met dat. En dat is denk ik wel het stukje wat hij me geholpen heeft. Ik denk dat in de periode dat Annabelle geblesseerd was, mijn belangrijkste succes wel jeugd-Europees kampioen was op sprong. Zij zat toen ook thuis en aan het bellen met mijn oma en hij heeft het gedaan en het was gewoon super mooi om dat achteraf te horen. En ik heb ook altijd een favoriete shirt, mijn lievelingsshirt. Die heb ik eigenlijk altijd aan, maar die is een beetje te klein. Dus die had Annabelle aan. Ik dacht eigenlijk misschien helpt het een beetje, was een beetje voor mijn eigen hoofd, maar goed, je weet het maar nooit. En dat is wel heel spannend, want hij moest als ene laatste en degene die na hem moest, dat was degene die precies dezelfde sprongen sprong. En hij haalde natuurlijk de kwalificatie makkelijk met de val. En dan hebben mensen natuurlijk ook wel verwachtingen van je. Dan denk je wel van ja, als hij staat, dan kan hij wel winnen. Het zat erin. Ja. Hij is zo reëel. Hij weet het. Hij weet wat hij waard is en hij weet wat zijn concurrenten waard is. Nou, als je dat gegeven hebt, dan weet je dat de kans erin zit. Want het is geen verrassing. Maar goed, dat moet je wel even doen. En als je dan thuis zit en je ziet dan dat bordje op dat hij mag, dat je dan denkt van, oh, nu is hij aan het rennen, nu springt hij en nu landt hij, misschien is hij wel niet geland. En iedereen daar wist het al en ik wist het nog niet. En dan zie je dan die score en dan denk je, oh, hij heeft het toch goed gedaan. En dan die tweede sprong, precies hetzelfde. En dan denk je, oh, nou, dit is wel een goede score, misschien haalt hij het wel. En die Roemeen sprong volgens mij de eerste sprong, hetzelfde als hij. En precies dezelfde score. En dan denk je van, oh, dan wordt het pas echt spannend. En dan denk je van, oh, en dan was die score daarna lager. En dan denk je van, yes, hij heeft het gewoon gedaan. Dat was wel heel gaaf. Het was zelfs nog in de periode dat het erom hing of ik voor de tweede keer geopereerd moest worden. Dat maakt het soms wel moeilijk dat je denkt van, hij doet het zo goed en ik ben alleen maar geblesseerd. En dan denk je wel van ja, waarom soms? Maar aan de andere kant denk ik van ja, hij gaat zo goed. En dan, ja, ik gun het hem hartstikke. Ik gun het hem echt het meest van iedereen. En dat is niet zo dat ik denk van, was ik dat maar geweest of zo. Ik bedoel, hij heeft er heel hard voor gewerkt en het is zo. Het is wel grappig om te zien hoe ze zijn sport beleven, dezelfde. Maar allebei anders. Allebei anders. Ja. Toch allebei hetzelfde doel hebben, maar de een gaat er op een andere manier naartoe dan de andere. Ja. Dat is toch wel heel erg apart. En Annabelle is wel iets meer onzeker dan Cas. Ja. Cas is wat zekerder van zichzelf. Je kunt het ook bravoer noemen. Ja. Maar goed, ze is akelig trots op hem. Als je ooit nog eens filmpjes nakijkt op YouTube, dan hoor je haar stem altijd boven iedereen. Ik heb toen na het jeugd-EK heb ik gewoon NK gedaan en ja, daar waren de verwachtingen natuurlijk wel hoog. En ik was blij dat ik toen ook 2 sprongen gewoon stond en Nederlands kampioen op sprong werd. Die allround was natuurlijk ook super belangrijk voor me, maar omdat ze die verwachtingen hebben is dat het wel mooi als je dan nog op sprong ook gewoon staat. En ik denk dat ja, die verwachtingen zijn er eigenlijk nog steeds wel. Ik merk daar nog steeds wel wat van hey, jij bent junior kampioen op sprong. En, ja, en ik heb soms ook wel het idee, want ik spring nog steeds dezelfde eerste sprong. Ik ben hartstikke hard bezig om het uit te breiden, maar dat is gewoon heel moeilijk. En ik heb soms wel op wedstrijden dat ik denk, hé, ik spring nog steeds dezelfde sprong. Zullen mensen daar niet gek over denken? Maar ik ben er gewoon heel hard mee bezig, maar dat duurt gewoon even.
Ik denk dat ik vanaf echt 2013 een beetje in de zaal weer dingetjes mocht doen. En de eerste keer dat ik weer over paard ging was echt wel heel gaaf. Dat had ik al heel lang niet meer gedaan. En echt vanaf dat ik de eerste moment dat ik mijn Achillespees afscheurde, had ik al geen sprong meer gedaan. Omdat ik niet kon rennen. En toen begon het wedstrijdseizoen. En toen hadden we zoiets van, ja, wat gaan we doen? Ga ik meedoen? Ga ik niet meedoen? Ze hadden natuurlijk gezegd dat het is een jaar revalideren. En ik was in augustus geopereerd. Dus op zich was juni best vroeg. Het NK. Dus ik ging een beetje trainen en op vloer heb ik ongeveer 2 of 3 vloeroefeningen gedaan, maar wel over een paar weken verspreid, omdat als ik zo'n vloeroefening had gedaan kon ik niet meer lopen de dag daarna van de pijn. En op de NK zelf heb ik toen ook een vierkamp geturnd en een foutje op een balk en een foutje op brug. Maar goed, dat was op dat moment dacht ik echt van, oh, ik ben er weer. Dat was echt super leuk om weer tussen alle meiden te staan en op het podium en dat was gewoon heel gaaf om weer daar te zijn. Ja, dat was wel bijzonder, want ik had, ik weet niet precies meer wie de eerste was en wie de tweede was, zeg maar, qua ons. Maar ik weet nog wel dat ik gewoon op de tribune zat en dan naar beneden keek en dacht, hey. En dat werd omgeroepen en nu op vloer Annabelle Schmidt en dat ze er wel gewoon weer is. Dat is gewoon, dat was wel echt een mooi moment. Dat gewoon, zo was het altijd al. En dan al die blessures en dan toch nog dit gewoon gehaald en wel weer een NK-turn. Dat vind ik echt klasse. Ze heeft ook een andere mentaliteit op de wedstrijden dan Casimir. Casimir wil gewoon winnen, die bijt zich vast. Annabelle wil gewoon voor zichzelf heel goed presteren en liever beter dan de vorige keer. Maar Casimir zat het liefst in een wedstrijd een tegenstander afmaken. Na de zomer ben ik geselecteerd voor het WK in Antwerpen. En als je daar dan bent en je hebt gewoon je wedstrijd geturnd, dan ben je daar helemaal niet zo heel erg mee bezig. Dan denk je, hey, ik ben als 19e geplaatst, ik ga naar de finale. Maar dat gaat eigenlijk gewoon vanzelfsprekend. Ja, het klinkt heel gek, maar je bent daar niet echt mee bezig. Pas als je thuis komt eigenlijk, daarna heb je door wat voor iets bijzonders je hebt gepresteerd. Dat heb je daar eigenlijk helemaal niet door. Ik weet niet of andere mensen dat ook hebben, maar zo onderga ik dat. Ik had gewoon niet door wat ik eigenlijk allemaal precies heb gepresteerd en hoe bijzonder dat was. Maar achteraf ben ik natuurlijk zo super trots dat ik die finale heb gehaald. Staan, dat zal natuurlijk wel mooi zijn. Hey, ik denk dat we, het is gewoon heel anders dames en heren turnen, maar ik denk dat we wel als gezamenlijke doel gewoon hebben EK's, WK's en Olympische Spelen. Ik denk dat dat gewoon de grootste doelen zijn voor ons allebei. Tegenslagen maken je sterker. Het is heel erg moeilijk om weer terug te komen op je oude niveau of misschien zelfs beter. Mensen weten eigenlijk weten mensen niet zo goed wat het inhoudt. Je weet het pas wat het inhoudt als je het echt daadwerkelijk hebt meegemaakt. Het is namelijk heel moeilijk als je geblesseerd bent en jij bent in de zaal om te leren lopen. Je ziet al je turnmaatjes en andere mensen in de zaal zie je progressie boeken en zie je nieuwe elementen trainen. En jij zit daar echt van, cool man, ik moet nog leren lopen. Dat is best wel frustrerend, maar dat maakt je wel sterker, mentaal ook. En ze hebben tegen mij ook gezegd dat ze achteraf gezegd dat ze na de tweede operatie niet meer hadden verwacht dat ik ooit nog zou kunnen springen. En als je dan dat ik dan nu weer spring, denk ik van, oh, dat is toch wel heel erg gaaf. Ik heb er ook echt wel heel hard voor gewerkt, maar dan denk je ook wel soms van, nou, dat is dan wel, dat ik nu weer kan springen, dat is dan wel iets wat mooi meegenomen is. En dan geniet ik van elke dag nog steeds. Ja, dat ik gewoon niet zo moet zeiken als ik een keer moe ben of als ik een pijntje heb. Twee maanden geleden heb ik ook in het gips gezeten, even met mijn pols, omdat er vocht in zat. En dan was ik al aan het zeiken, bij mezelf dan, niet bij anderen nog, maar bij mezelf zo van, jezus, man, kan ik helemaal niks doen. Maar ja, dan denk ik ook weer, ja, zij heeft gewoon 2 jaar niks gedaan. Wie ben ik om nu even te zeuren? En ja, ik was zo uit het gips en ik heb er niet over geklaagd en ik ben weer gaan opbouwen. En dat is wel gewoon iets dat als ik nu een tegenslag heb, dat ik wel gewoon echt weer voor ga knokken. En omdat ik weet dat het ook mogelijk is. Thank you.
happens for a reason.